6 de eerste bocht in gebruik krijgt met zijn race. 4 Dijsselbloem. Teunis de Kerst. Nog 5 tot 4, 5 van de 4 meekomen naar de voorkant. We gaan naar de 1 en 2 kijken. Dan zien we de Kerst. Af met Dijsselbloem. Hij gaat je naar Kerst. Daar is op de 3. Teunis nu op de 4. Van de boom komt er ook nog bij. Laatste bocht daar voor Rikker. Rikkers moet ik zeggen. Jaap Rikkers, hij gaat hier de beker aanleggen. Dat moet 3 points 11 op zijn naam schrijven. Tenzij Dijsselbloem nog energie in het paard heeft. Dus Rikkers hierin.